Goedemorgen. Dit wordt vandaag een andere video dan normaal. Het is vandaag zaterdag en ik ga jullie vandaag mijn leven laten bepalen. Namelijk door Instagram. Ik ga vandaag een aantal polls plaatsen met dingen die ik vandaag moet gaan doen. En allereerst heb ik vandaag de poll geplaatst. Moet ik opstaan of niet? En daar werd 100% ja op gestemd. Het is 9:15. Dus we gaan opstaan. En dan gaan we zo meteen door naar de allervolgende poll. Goed, ik ben aangekleed. Ik wilde dat ook nog in de poll zetten, maar ik denk, nee. Lekker chill, aangekleed. Ik ga de vlog editen van vorige week. En ik heb net een poll online geplaatst of ik mijn haar donkerbruin rood moet verven of mijn haar blond verven. Ik heb natuurlijk al een keer de kleur donkerbruin gehad. Ik had eerst een poll geplaatst donkerbruin of roodbruin, maar die kwam niet door. Dus ik heb hem weggehaald en dacht ik, nou dan zet ik wel blond en roodbruin neer. Dus die poll heb ik net neergezet. Het is afwachten wat jullie ervan vinden en welke kleur ik moet gaan verven vanmiddag. Maar om 12 uur moet ik naar de kapper en ik ga en knippen en verven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan zeggen. Ik hoop stiekem voor de blonde, omdat ik het roodbruin toch misschien wel heftig ga vinden. Maar je weet het niet. Dus ik ga even de vorige vlog editen en dan ga ik wachten op de poll. Oké, de video is geëdit en serieus echt, maar dan ook echt al klaar met uploaden. Dus die gaat nu online voor komende woensdag. Weer nieuw online geplaatst. En ik ga zo eens denken wat er nog meer kan gaan gebeuren vandaag. In jullie handen natuurlijk, want jullie bepalen mijn dag. Dus ik heb eigenlijk gewoon helemaal niks te zeggen vandaag. Oké, we gaan zien hoe dit gaat lopen vandaag. Namelijk net gestemd, maar ik moet naar de kapper nu en het is 50-50. Ik weet dus niet wat ik nu moet gaan doen. Kijk, oh, ik zit er gewoon weer langs. Het is 50-50, dus ja, ik kan nu dus gewoon helemaal niks. Ik weet niet. Moet ik de keuze nu bij mezelf leggen? Of ik weet het niet. Ik weet niet wat slim is om nu te gaan doen.
Zal ik de keuze bij mezelf leggen? Ik denk dat ik de keuze bij mezelf ga leggen. Ik ga dus ter plekke bij de kapper beslissen of het blond wordt of dat het roodbruin wordt. Ik vind allebei heel heftig, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, ik ga naar de kapper nu en ik ga daar ter plekke beslissen wat het wordt. En jullie zien hierna het eindresultaat. Het is gewoon roodbruin. Ik vind het nog steeds heel raar, heel gek om te zien. Toen mijn haar op een gegeven moment geverfd was, vond ik het heel eng. Ik dacht van, oh, wat een kleur. Maar ik vind het heel erg vet. Ik laat over even twee foto's in beeld komen, dat daar de kleur netjes duidelijk op te zien is. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. Super tof. En de achterkant is ook super kort. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het zit super leuk, het zit super lekker. Oh jongens, ik vond het zo eng omdat jullie op een gegeven moment allemaal bijna op dat roodbruine gingen. Ik zal even kijken, het is nu inmiddels de stand van de kleur. 80% zegt roodbruin en 20% zegt blond. Dus ik moest wel, maar ik vond het zo eng. Vervolgens heb ik nog een poll geplaatst wat ik vanmiddag moet gaan eten. Of ik gezond of ongezond moet eten. En 67% heeft erop gestemd. Gezond. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb banaantjes gegeten en een paar kekketjes. En wat ik vanmiddag moest gaan doen, moest ik een stukje gaan wandelen of moest ik gaan chillen. En 60% heeft gestemd op chillen. Dus ik ga mijn gemak houden, denk ik. Ja, jullie bepalen mijn dag. Dus jullie bepalen mijn dag. Dus ik ga lekker chillen. Ik ga wel een leuke video, of tenminste een poll plaatsen in wat voor video ik moet gaan kijken. Dus dat ga ik nu even doen. Goed, ik heb heerlijk gechilled. Maar ik heb de volgende poll geplaatst. Moet ik thuis eten of moet ik eten bij familie? En daar kwam duidelijk uit eten bij familie. En dat gaan we dan ook doen. Ik ga vanavond bij mijn opa en oma eten. Die gaan vanavond lekker snacks eten. En ik dacht, ik ga gewoon lekker bij hun eten. Dus ik heb mijn tas even ingepakt. Telefoon hangt op de oplader, dus we kunnen gaan. Oh, die zei ik al heel veel zeer. Dat is een grote. Ja, maar even stilzitten, want deze zit er nog in. Maar vervolgens zijn we ook heel veel allemaal gerstenkorrels en zo in je gezicht. Ik zei, joh, hang het dan weg. Ik weet het niet kunnen zeggen. Oh, doet dat zeer.
Nou moet ik dus appelvinegar, oftewel appelazijn, op die plekjes deppen. En als het goed is, dan blijft het weg. Maar ik ga vanavond ook nog zo'n zwart maskertje doen. We hebben de fles dan. Nou, dat wil ik niet. Vanaf het lekkere maskertje opdoen. Goed, mijn gezicht is gedaan, om het zo te zeggen. Ik ben alweer even thuis. Ik ben het lekker een film gaan kijken. Want er is gestemd op film kijken. Die heb ik net voor de helft gezien. Alleen mijn laptop is leeg. Dus die ben ik even gauw aan het opladen. En dan ga ik verder kijken. Ik doe gelijk even een licht aan. Dus dat ga ik nu doen. Ik wacht even tot hij een beetje opgeladen is. Dan kan ik de film verder kijken. En ik ben trouwens de film Status Updated aan het kijken. Een film van Ross en Ross Lynch en Olivia Holt. Het is best wel een beetje een tienerachtige film, maar ik vind het best een hele goede film. Dus die ben ik aan het kijken nu. Met ongeveer nog een kwartiertje, 20 minuten. Dan is die afgelopen. Maar ik heb er mijn laatste poll geplaatst. Moet ik vroeg of moet ik laat gaan slapen? Dat is de vraag voor nu. Hopelijk mag ik wat later naar bed van jullie. Dan dat ik vroeg ga slapen. En ja. Dan was dit eigenlijk alweer de video voor vandaag. Ik vond het heel erg leuk. Het was wat anders dan normaal. Je hebt op zich niet echt houvast aan je eigen dag. Je bent alleen maar afhankelijk van wat anderen willen. En waar anderen op gaan stemmen. Maar ik vond het heel erg gaaf om te doen. Dus ik ga dit ook zeker weten meer doen. Alleen ga ik dit de volgende keer wel wat een paar dagen eerder aankondigen. Want dit, ik bedacht me gisteren in één keer, joh, waarvoor ga ik dat niet gewoon doen? Ik heb toch niks zoveel te doen morgen. Dus, maar ja, het is wel hopelijk gewoon een hele toffe video geworden. Ik vond het heel erg leuk. Vooral het gedoe met mijn haar vond ik heel eng. Maar wel heel erg leuk. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken op deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!